Wat was vandaag een gave dag. Turkije is echt prachtig. We zijn vanochtend vroeg getrokken uit Istanbul. En daar onder escorte van het Solar Team, het studenten Solar Team, de grote weg opgedraaid. Het verkeer zat heel erg mee. Istanbul kan enorm vaststaan. Maar vandaag was het redelijk soepel. Het was ook zondag natuurlijk. En door al die prachtige landschappen in Turkije, dus eigenlijk een soort van snelweg, maar dan door de bergen heen, zijn we uiteindelijk hier in Amasya aangekomen. Het voelt als een klein dorpje, maar stiekem net zo groot ongeveer als Eindhoven in inwoners. En hier zijn we heel erg gastvrij ontvangen. Net lekker cultureel Turks gegeten. Morgen de laatste dag in Turkije alweer. Morgen naar Erzurum, laatste grote stad in Turkije. En ik verwacht en ik hoop vooral dat het net zo mooi wordt als wat we vandaag hebben gereden. Ik vond het echt een hele goede week waarin we natuurlijk sowieso van start zijn gegaan überhaupt. En uiteindelijk denk ik dat het team van aarzelend, niet goed wetend wat we precies gingen doen, echt nu een geoliede machine is geworden. Je ziet dat het stoppen ontzettend snel gaat, maar ook dat we heel goed weten wanneer iemand in een up of in een down zit en hoe we die persoon er weer uit moeten halen. Zoals de ambassadeur in Wenen zei, is het teamgevoel ontzettend belangrijk. Uiteindelijk is het team hetgene wat er bepaalt dat wij deze reis wel of niet tot een succes kunnen maken. Het is best een uitdagende week geweest. Het is onze eerste week geweest dat we echt onderweg waren. En we hebben natuurlijk wel het een en ander aan technische problemen gehad. Voor mij hebben daar ook redelijk wat uurtjes in gezeten om het werken te krijgen. Maar uiteindelijk is het echt een enorm mooie week geworden. We zijn gewoon op reis. Het is enorm vet om hier rond te rijden. En de motorfiets heeft het tot nu toe heel erg goed uitgehouden. Veel verschillende wegen meegemaakt. Gewoon vanuit Europa. Gewoon heel lekker strakke wegen. Tot ergens in Bulgarije waar je dan soms gaten hebt. Of in Sofia waar het dan regent. Ja, het is wel een andere ervaring. Maar wel echt super gaaf om allemaal mee te maken. En ook gewoon telkens als je ergens komt met de motor, merk je gewoon, iedereen kijkt ernaar, zijn geïnteresseerd, stellen vragen erover. En gelukkig zijn we daar goed op voorbereid, dus hebben we altijd een flyertje of een kaartje die we dan kunnen geven om te zeggen van hey, check out de website. En ik zie gewoon wat we mee bezig zijn. Het is wel leuk om dat enthousiasme gewoon bij mensen te zien. En dat je dat gewoon echt teweeg kan brengen. Dat het hopelijk leidt tot dat de fijne mensen gewoon met elektrisch vervoer in de toekomst gaan werken. Ik had voor de reis wel soms wat twijfels bij of dat de motorfiets het tot nu zeg maar, zou uithouden eigenlijk. Op een manier heb ik daar misschien gelijk in gehad, omdat we natuurlijk meteen redelijk wat problemen hadden gehad. Maar sinds we die hebben opgelost, heeft de motor het echt uitstekend gedaan. Ik ben echt enorm trots op hoe dat hij het nu heeft uitgehouden. Door de regen heeft hij het goed gedaan, slecht wegdek, warme temperaturen, hij werkt gewoon. Ja, het is echt een andere ervaring om te rijden op een motor die je zelf gebouwd hebt. In het begin vraag je natuurlijk af van, gaat hij het goed doen? Gaat het gewoon goed rijden? Nou, gelukkig hadden we de eerste puls gemaakt, dus hadden we al een beetje ervaring. En nu rijdend met Wave merk je gewoon van stuurgedrag, alles is eigenlijk best wel goed. Het is uitgebalanceerd, er is echt wel goed over nagedacht. En dat merk je ook gewoon terug wanneer je erop rijdt. Wel is het zo van, je rijdt hem veel voorzichtiger dan in ieder geval ik zelf met mijn eigen motor rijd. En dat is gewoon omdat we hebben er één of twee en er mag gewoon niks mee misgaan. En daardoor ga je gewoon heel netjes gedragen. Maar alsnog is het gewoon wel heel fijn om mee te rijden. Hij trekt goed op, hij draait goed. Maar toch, altijd blijven opletten. Ik denk dat de landen als Iran, Turkmenistan wat lastiger worden voor het team, omdat het iets onbekender is. Dus je gaat ineens toch heel veel cultuurverschillen meemaken, waardoor je je ook meer moet aanpassen, wat dus van het team meer vraagt. Maar anderzijds is het ook zo anders, wat het ook wel weer heel erg gaaf maakt, dat ik denk ook het team heel veel energie daarvan zal krijgen. Nou, de afgelopen week heeft mij redelijk wat vertrouwen gegeven dat de motorfiets het ook gaat uithouden. Natuurlijk komen nog wel hele andere omstandigheden tegen. Het wordt veel warmer, wegdekken zullen nog wat minder goed worden en ik denk ook vooral andere weggebruikers zullen wellicht nog hier en daar wat route in het eten kunnen gooien. Ja, we hebben tot nu toe in ieder geval hele mooie routes meegemaakt. In Bulgarije had je de bochtige wegen in de bergen. Je hebt hier, toen we nu naar Amasya toe reden, had je gewoon met de heuvels ernaast wolken die over de bergen heen gingen. Dat is een super mooi uitzicht. En daar kijk ik ook vooral naar uit naar de andere routes waar we gaan komen. Bij Iran door de woestijn heen rijden. In China door de vallei heen rijden. Ik ben heel erg trots om natuurlijk een van de motorrijders te zijn. En ook bij evenementen gewoon mensen te kunnen laten zien van kijk, dit is wat wij hebben gemaakt en hiermee rijden we rond de wereld. Het is gewoon super gaaf om te kunnen doen. Op naar het avontuur volgende week en er komt veel meer mooie beelden.